Hey, mijn Nederlandse marketeers, daar ben ik weer. En als je denkt, wat ziet die jongens zijn camera er slecht uit? Nou, ik zit weer even op de bank, weet je. Het is nog 's ochtends vroeg. Gezellig bij mijn vrouwtje. Maar vandaag gaan we eens even de boel even samen aanpakken. Hoppa, op eigen kracht. Waar gaan we het over hebben, jongens? We gaan het hebben over Omega Pro. Ik ben gisteren lid geworden met $500 met 0,01 BTC. Nu is iets meer. Gisteren is $500. Waar gaat het over? Het is een gedecentraliseerde bank. We beginnen met forex trading vanaf €100. We beginnen met crypto trading vanaf 0,03 BTC. 0,003 BTC. En natuurlijk, je kan kiezen. Je kan ook lid worden van het basic trading, basic pakket. Dat heb ik genomen. We hebben vannacht verdiend. Wat hebben we vannacht verdiend? Je ziet 0,0003. Gisteren, 8 maart, ben ik lid geworden. Het is vandaag 9 maart. En ik heb gisteren mijn eerste verdienste gekregen. En dan zie je dat is $1,61. Yeah. Wat doen we met Omega Pro? En het is leuk, jongens. Laat ik eens even naar het dashboard gaan. Je kan verschillende pakketten halen. Je kan verschillende pakketten halen. Je ziet het. Dit zijn er twee. Als ik deze wegklik, komt er een nieuwe. Je ziet beginners license, startup license, basic license. Die heb ik. Ik ga upgraden naar de light license. En natuurlijk, eerst moet ik even snel mijn team bouwen. Je kan zien dat de Pro License, de Advanced License, Premium License, Master License. Je kan steeds meer doen. Wat krijgen we hierop? We krijgen op onze investering 300%. En jullie weten het, ik ben van die 300% dingen. Ach, ik vind het zo geweldig. Laten we eens even kijken. Nou, je kan hier dus zien, je e-wallet, deposit wallet, je passive wallet, je stelt maar verschillende wallets. Je trading output, wat er dus mee gedaan wordt, het geld dat je erin zit, wordt van getraden. Jullie kennen het principe wel. Alleen nu komt het mooi, jongens. Er is een bank gedecentraliseerd waar, hoe heet het? Het gaat een revolutie worden in de online bankingwereld. Wat is normaal gesproken het probleem? Ik vind het heel moeilijk om mijn crypto te storten naar mijn creditcard, te storten naar mijn Swiftbank, te storten naar mijn debitcard. Om alles te combineren. Je moet overal maar kaarten hebben en overal maar geld overmaken. Hun hebben al een werkend systeem. Hun hebben al een creditcard. Je kan met die creditcard kan je 6 miljoen per jaar opnemen. Nou, ik heb nog geen 6 miljoen, maar ik ben wel van plan miljonair te gaan worden dit jaar. Ik weet nog niet of ik 6 miljoen dan meteen ga pinnen, maar dat wil ik toch wel over een paar jaar gaan doen. Dus dit is een beetje hoe het werkt. Laat ik eens even de pakketjes zien. Laat ik zeggen, je kan hier zien, je total package. Ik heb die 0,01. Mijn cap ligt op 0,03. Dat is ook met referrals. Dus hoe moet je dan rekenen? Ja, je kan hier zien. Ik heb nou... Mijn next cycle is 0,10 left en 0,10 right. Ik zit nog op 0,00. Dus ik moet nog even snel mijn best doen, jongens. Ik ben net gisteren begonnen en nadat ik lid werd, ben ik naar bed gegaan. Hoe werkt het dus? Buy package. We krijgen dus in 16 maanden gaat ons geld keer 3. Ik kan bijvoorbeeld laten zien, nou, stel je voor je wil een basic package. We kennen het allemaal wel, hè. Je moet hem activeren. Beetje bitcoin sturen. Of Ethereum. Op het moment is bitcoin gekopen. Ligt ook van een wijf stuur. En laten we eens even deze wegklikken. Laten we eens even kijken. Als een voorbeeld nemen. Stel je voor, jij zet hier 1 bitcoin in. In een maand tijd heb je dus 10, 38. Laten we zeggen, jij wil 6 maanden je ene bitcoin hierin zetten. Heb je toch al gauw best wat winst gemaakt. Je ziet de winst die je elke maand maakt. Je krijgt een beetje meer. Dan zie je dus dat al na 6 maanden zit je al bijna op 80%. Of zit je al op 80% van je inleg. Ik ga hier zelf flink mee aan de slag. Ze hebben een hartstikke leuk referral program. En ik heb goed nieuws voor jullie. Mochten jullie onder mij willen joinen, ik kom aan met een powerline. Ik kom aan met een lekker team. En het goed gaat lopen. En dus er komen automatisch heel veel mensen worden eronder geplaatst. Ik heb al een soortje mensen. Ik kan het niet laten zien wegens privacy. Want dan toont het alle e-mails en zo. Maar ik kan het wel hier bijvoorbeeld zien. Ik heb nou 18 mensen. En het is lekker aan het groeien. Ik ga nou dit filmpje online gooien. Ik zou zeggen begin met $500. Maar dat is echt voorkomen aan jou. Dat is wel het beste pakket. Want dan doe je met alles mee. Ze hebben een binary. Dat is dus links en rechts. Maar wat voor voordeel heb je? Je hebt mij in je team. Dus je hoeft maar één kant te bouwen. En natuurlijk, we gaan dit samen aanpakken.
Leuk hè? Ik blijf met leuke nieuwe plaatjes komen. We gaan dit samen aanpakken. En mocht je meer willen weten, stuur me even een berichtje. Dan gaan we het regelen. Ik kopieer mijn link even. En laat me maar wat horen, jongens. We gaan dus in de Forex. Ze hebben een eigen bank. Ze werken samen met Mastercard. Ze hebben ook al een werkende creditcard. Dat is ook wat mij wel aantrekt. Want ik ken zoveel bedrijven die... We gaan dit doen, Pet. En het werkt het allemaal niet. Nou, ik ga lekker werken met bedrijven die alles al op orde hebben. Veel beter. Jongens, bedankt voor het kijken. Het is Peter, zei Pet uit Nederland. En hij helpt jullie omhoog. Bedankt voor het kijken. En fijne dag. Ik ga zo meteen weer webinars geven.